rond Oud en Nieuw is hij geschrokken van het vuurwerk. Waardoor hij zijn rug bezeerd heeft. En nu gedeeltelijk verlamd is. Ja, Wally heeft een beetje pech gehad in zijn leven. Hij begon met een flinke ontsteking in zijn oog. Waardoor hij nu blind is aan één oog. Maar we vonden hem in de ochtend liggend en hij kon niet meer staan. Dus het kan zijn dat hij door zijn zicht die minder is, toch iets over het hoofd gezien heeft. Ja, we staan nu in de wei waar Wally tot voor kort heel graag rondhuppelde. Ja, hier rende hij lekker rond met zijn vrienden en familie. En nou helaas kan het niet meer. Voorheen, als ik hier dan naar het veld toe kwam, dan stond hij tegen mijn benen aan te springen. Om een knuffel of om zijn flessie. En nu kan ik hem alleen maar vasthouden. Ja, hierboven op het dijkje lopen regelmatig jongeren rond om vuurwerk af te steken. En helaas zitten er ook af en toe een aantal tussen die vuurwerk naar beneden gooien. Ja, dat snap je niet. Ik snap niet de lol ervan in om dieren zo erg te laten schrikken. Zou je iets tegen die jongens willen zeggen? Jongens, meiden? Ja, doe het alsjeblieft niet. Want voor jullie is het misschien even grappig, maar voor de dieren is het echt een hel. En zeker als ze zich zo verwonden en dat alleen maar voor even een leuke knal. Waarom hou je deze dieren niet binnen met Oud en Nieuw? Als ze binnen in een te kleine ruimte zitten en ze schrikken, dan rennen ze gewoon allemaal tegen de muur op van angst. Ja. Nou zien we gelukkig wel elke dag dat hij iets meer functie in zijn benen weer terugkrijgt. Dus hij kan zijn pootje steeds meer bewegen. Dus we hopen dat het elke dag iets beter blijft gaan met hem. Hij krijgt een fles. Hoe vaak doe je dat? Hij krijgt nu nog 2 keer per dag krijgt hij een flesje. Ja, drinken gaat er altijd goed in. Gelukkig voelt hij zich daar wel goed genoeg voor om... Hij heeft in ieder geval nog de wil. Ja. Ja, schept dat hoop? Ja, zeker. Als hij het zelf zou opgeven en niet meer zou willen, dan zou het heel snel einde verhaal zijn. Ja. Als hij niet verder herstelt dan dit, dan moeten we hem helaas in laten slapen. Want voor de wallabies is het geen leven om niet rond te kunnen springen. Ja, daar zou ook heel verdrietig voor zijn. Ja. Daar willen we liever nog niet aan denken. Dus hopelijk wordt hij elke dag weer een stukje beter. Zodat hij weer lekker kan lopen straks en rond kan springen en rennen.